Ja, het was heel zo'n avond, hè. Ook al vooraf en de spandoeken die het publiek opgehangen had en de betrokkenheid van mensen bij heel de situatie, ja, dat was wel een koude rillingen van te krijgen, ja. Wij hebben beelden gemaakt van Marco Bogers op de tribune. Die was zichtbaar geëmotioneerd. Hoe was jij tijdens die sfeeracties? Wat ging er door je heen? Nou, tijdens de wedstrijd ging het wel, maar ik had voor de wedstrijd had ik het heel even vlak voordat het begon. Met de ballonnen die de lucht in gingen en zo, dan voel je wel dat het je toch wel heel erg veel doet. Maar gelukkig heb ik daarna wel me kunnen focussen op de wedstrijd. Maar goed, ja, ik heb van de week, en dat heb ik tegen jou ook gezegd van de week, ja, er gaat geen dag voorbij dat je er niet aan denkt. Hij is dan ook aanwezig vanavond, Theo Bos. Dat toont ook wat voor man het is. Ja, hij is heel erg betrokken, wil erg betrokken blijven. En we hebben regelmatig ook contact. Dus hij was nu net ook in de kleedkamer bij de jongens. Ja, dat is prachtig om te zien. Het geeft inderdaad aan wat voor type persoon het is. Hoe was dat? Wat voor dingen zegt hij dan? Hij heeft niet zoveel gezegd. Hij heeft rustig te buiten gestaan. Hij heeft jongens gefeliciteerd, handje gegeven. En voor de jongens merkte ik, was het ook prachtig om te zien dat ze het leuk vonden dat hij er was. En deze wel iets, ja. Het moet voor jou heel apart zijn, hè? Dus eigenlijk je debuut als hoofdtrainer in het betaald voetbal. We spraken daar van de week al even over. Nu is dat debuut geweest. Ja, een heel aparte situatie. Ja, nou ja, nogmaals. Kijk, dat heb ik van de week ook gezegd. Ik had hier liever niet gestaan. Zo simpel is het gewoon. Alleen, vanuit deze situatie moet je wel verder. Je moet trainen, je moet spelen. Ja, dan moet je dat invullen. En dat hebben we met elkaar hier afgesproken binnen de club. En dat doe ik dan ook gewoon. Zo simpel is het. Dus, maar nogmaals, ik had heel graag gezien dat het anders was geweest. Heb je ooit aan gedacht van ja, dit trek ik niet om het in deze situatie over te nemen? Nee, eigenlijk niet. Ik wist dat het ging komen natuurlijk. We waren iets eerder op de hoogte en we hebben daar uitgebreid over gesproken. En ik heb gewoon van dag tot dag gezorgd dat we goed voorbereid waren samen met de technische staf. En dat we gewoon de trainingen op het veld goed ten uitvoer zouden gaan brengen. Nou, dat is het hele week fantastisch geweest met de jongens. We hebben prima gewerkt. En als je het dan zo af kan sluiten dan... Maar voor mij is er geen enkel moment geweest om te zeggen nee, dat ga ik niet doen. En deze zege is eigenlijk voor heel de club een heel groot compliment dat je onder deze omstandigheden toch gewoon presteert. Ja, ik kan me voorstellen dat Telstar hier gekomen is uiteraard om minimale punten te halen, misschien wel 3. Maar ik ben wel heel erg blij voor alles en iedereen hier dat de punten hier zijn gebleven. Hè, voor het publiek en voor de mensen, voor Theo. En iedereen die bij Dordrecht nou betrokken is bij alles.